Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video op Barriotown. Vanuit de studio, je ziet het verdomme goed. Even één keer naar achter kijken, geef een kijkje even de kant. Wauw, en dat is niet het enige wat speciaal is. Ik heb hier iemand naast me en dat is... Ik ben Gentle. Nou, sowieso even voordat we beginnen, proost op de nieuwe studio. De nieuwe studio. Fucking fijn. Het idee is dat we vanaf hier heel veel vette shit gaan maken, à la chillen zaterdag, toch? Absoluut. En het vette wordt ook, je gaat op de achtergrond, hier op de achtergrond bij mij, ga je heel veel shit herkennen. Ik bedoel, kijk maar eens goed rond, ik zie pindakaasbaas, dat is van de reclamevideo. Oh, we hebben hier nog van mijn baby Snorlax, die hebben we hier neergezet. Dan even kijken wat hebben we hier nog meer. Game of Color is mijn favoriet. Oh, absoluut, die mag ik niet vergeten. Ja, hier, pak jij even. Want dit is de Game of Color, dit is een stukje jeugd. Jentel is natuurlijk mijn grote broer van 24. Ja. En de Game of Color, daar zijn wij ook mee groot geworden. Absoluut, en daar is te lang. Nu niet één, kijk, we hebben hier ook gewoon. Boom! Rood. Pokémon rood in het hoesje en Pokémon blauw in het hoesje. Oh, ik hoorde een knal. Pokémon blauw in het hoesje, Game Boy Color in het hoesje en hier komt ie. Er is natuurlijk altijd één game die volgens iedereen gewoon de game van de wereld is. Welke is dat? Heb je het over Zelda? Ik heb het over motherfucking Zelda, Ocarina of Time, Nintendo 64. In het hoesje, er zit zelfs een Intertoys logootje op. En er staat zelfs bij hoeveel gulden, ik herhaal gulden, Zelda Ocarina of Time kost. En geloof mij jongens, dit is slechts het begin van de mayhem. Dit is gewoon de Banjo Hall of Fame. Dit is waar je wil eindigen gewoon. Dit is waar je wil komen. En het vette is, alles wat je hier ziet, is ofwel uit mijn eigen leven, of het heeft wat te maken met Banjo Town, of is gebruikt in een Banjo movie. En het leuke is wat jullie dan nu niet zullen zien, maar bij deze studio hebben we hier beneden bijvoorbeeld nog allemaal dozen. En deze doos is AVBN. Dat is even lullig. Dat is een super geheim project waarvoor we deze studio hebben gebouwd. Niet te veel zeggen. Nee, dat is nog geheim. Dat komt binnenkort vol Banjotown. Binnen een maand kom jij erachter wat AVBN betekent. Dat is gruwelijk. En wat nu het vette is, jullie hebben nu een kleine opname gezien vanuit de studio dat alles goed is gegaan. Alleen, ik denk dat heel veel mensen benieuwd zullen zijn naar hoe we hier naar heen zijn gegaan. Het is een lang en leuk verhaal, alleen de lange leuke verhaal gaan we ook heel lang en heel leuk in beeld brengen. Het zit namelijk zo, vanaf morgen ga jij 5 dagen achter elkaar een video krijgen op Banjotown, waarin jij ziet hoe wij met de hele Banjotown crew de kast hierachter hebben opgehaald. En het hele verhaal van het bouwen van de studio, hoe wij deze studio op wouden bouwen. En het lullige is nog, dat kan ik nog even doen, want dus wil jij even, wacht even de kijkers. Wat moet ik zeggen dan? Oh, dat hun haar leuk zit. Ja, haar zit leuk. En wat vind je van mijn haar? Wat vind je van zijn haar? Mijn haar mooi? Kijk, hier. We hebben hier poster frames, die zijn echt super dik, alleen we weten niet zo goed waar we die nog moeten ophangen. En wat nog vet is, is dit hebben we trouwens. Ah, niet voor de fans van Portal, ik ga dit hier gewoon midden voor op tafel zetten. YOLO swag. Ik schuif er iets door. Ik denk dat iedereen een heel duidelijk en breed beeld hebben gegeven van de grote motherfucking Banjo Studio. Ik vind hem heel vet, Barro. Ik vind hem ook gruwelijk. Boksen houden. Zeker. Wat ik jullie kan vertellen is, Jentel, mijn grote broer van 24, profbasketballer, heeft vriendin in China. Je bent Singapore nu, hè? Zit in Singapore. Een heuse wereldreiziger. Hij is zelfs zo'n wereldreiziger dat toen hij moest wereldreizen door Europa, dat hij direct ziek werd. Dat is zeg maar mijn broer Jentel. En waarom zit hij hier nou precies? Hij heeft 2 dagen lang geholpen met het opbouwen van de hele studio. Je hoort hem ook denken, ik wil eigenlijk gewoon dat alles nu ophoudt. Dat gaan we ook eigenlijk doen. Jullie weten nu dat je vanaf morgen, de aankomende 5 dagen, dus een gigantisch dikke video gaat krijgen. En je gaat kijken naar hoe wij deze studio hier al hebben opgebouwd. Met alle vette zooi van dien. Dat was hem eigenlijk. Heb jij nog iets, heb je Twitter, Instagram waar we ze kunnen volgen? Nee. Het enige wat ze cadeau krijgen is een middelvinger. Nee. Heel bedankt. Ik geef jullie een duimpje, een blauw duimpje. Oh wauw. Misschien kunnen jullie een blauw duimpje teruggeven. Dat zou ik leuk vinden. Een blauw duimpje terug? Een blauw duimpje, misschien die rode knop? Ja, gewoon een rood duimpje zou hij leggen.
De andere. Een blauwe tafel. Als de blauwe tafel, een duimpje. Precies. De blauwe banjo tafel. Hier wil jij in de video. Ik ben gematcht met banjo. Dus. Dat doet hij allemaal voor jullie. Dus jongens, dit is hem dan. De Banjo Town Studio. Hopelijk hebben jullie er net zo fucking veel zin in als dat wij erin hebben van Banjo Town. Ja, Gentle, bedankt voor het meebouwen aan de studio. Ja, ik doe heel erg alsof ik jou nooit meer ga spreken, maar je bent een fucking boer. Dat gaat voor jou jammer genoeg nog vaak genoeg gebeuren. Oh, kut leven. Vervelend hoor. Echt heel vervelend. Oh, dat is wel beker. Dat had ik niet moeten doen. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video en we checken jullie. Roep het.